Dit is een kapsel geïnspireerd op dat van de balletdanseres, zoals sommige dames in Parijs het dragen. Niet gecompliceerd en chic. Het is vervaardigd door de Fransman Fernand Aubry, die zich in zijn vak een grote naam heeft verworven en die van mening is dat het de coiffure van 1951 zal worden. Door aan dit kapsel kleine versieringen aan te brengen, weet hij het uiterlijk van zijn cliënten aan alle voorkomende omstandigheden aan te passen. De Franse vrouw hecht waarde aan zijn adviezen die ten doel hebben haar schoonheid te verhogen. Fernand Aubry heeft grote bekendheid gekregen door zijn maskers, waarvan hij onder andere voor films van Jean Cocteau vele heeft ontworpen. Zij getuigen vaak van grote originaliteit. Ten slotte is één vogel op de neus nog altijd beter dan 10 in de lucht. Wij in Nederland zullen hieraan wellicht inspiratie opdoen voor de komende carnavalsfeesten. Al deze creaties heeft Fernand Aubry getoond op een show in Den Haag, ten bate van het Rode Kruis, waar de Nederlandse vrouw er met veel belangstelling van heeft kennis genomen. Als de